Ja, dat zal ik doen. Ik ben de senior controller van Cordaan Thuiszorg. Dat houdt in dat ik de directie adviseer, vraagt en ongevraagd op het financieel gebied. Daarnaast houd ik me bezig met de planning, dus te begroten van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik ben verantwoordelijk voor de zorginkoop en ik draag mede verantwoordelijk voor de verantwoording achteraf, dus de jaarcijfers, resultatenrekening, balansen. Ik ben 12 jaar lang bankier geweest op allerlei gebieden. Dat is op zich een goede voorbereiding voor deze functie, maar daardoor heb je ook wel een aantal gaten. Als je me van tevoren gevraagd had van waar denk je het meest aan te gaan hebben, dan zou ik zeggen bestuurlijke informatievoorziening, verslaglegging in de zorg. Als ik terugkijk, dan heb ik in de praktijk meer gebruik gemaakt van zaken als onderzoeksmethode. Maar ook de achtergrondinformatie geeft je gewoon een breder kader waarin je zelf ook makkelijker kan schakelen. Ja, als je het geheel aan vakken bekijkt, dan vallen in je dagelijkse praktijk gewoon puzzelstukjes op zijn plek. In de schoolbanken zitten is heerlijk. En vooral ook de discussiemomenten met elkaar. De onderwerpen die je uit de hectiek van alle dag gewoon wat dieper kunt doorspitten. Dat heb ik gewoon als heel verrijkend ervaren. Het brengt je ook nieuwe inzichten. Het brengt je ook creatieve ideeën die je in de rest van de week kan gebruiken. Nou, wat ik echt het allerleukste gevonden heb en wat ik eigenlijk al voor de opleiding wist dat ik dat het leukste zou gaan vinden. Dat is scriptie schrijven. Ja, geweldig. Maar we hebben ons bewust een weekend gezegd van nou, we gaan echt weg met elkaar. En in dat weekend hebben we gewoon tijd besteed om daar met elkaar over te praten. Om met elkaar visie te ontwikkelen. En om dat vervolgens individueel weer te gaan uitwerken. En dan weer samen te komen. Dat heeft uiteindelijk heel goed gewerkt, blijkt uit het resultaat. Ik heb gekozen voor de VU omdat het een gedegen opleiding is en een goed bekendstaande universiteit. Wat ik heel goed vond aan de opleiding is dat ze ook veel aandacht besteden aan didactiek. Hoe komt iets over? Hoe werkt een bepaalde docent? Wat vinden mensen daarvan? Dat er tot in het oneindige evaluatieformulieren worden ingevuld waarvan je zelf soms wel denkt van nou, ik heb even geen tijd, ik doe het niet. Je merkt ook dat daar iets mee gebeurt. En dat komt de kwaliteit voor toekomstige cohorten zeker ten goede.